Goedemorgen jongens en welkom in deze video. Wij hebben gisteren de sleutel van ons nieuwe huis gekregen en vandaag gaan we daar klussen. En ik dacht, ik neem jullie lekker mee. Ik heb al een huistour opgenomen en die zal ik hieronder even linken. Die kan je dan even terugkijken als je dat leuk vindt. Daarin zie je gewoon het huis waar we gaan wonen met alles erop en aan en hoe het eruit zag toen we daar voor de eerste keer binnenkwamen. Toen het van ons was. Dus vandaag gaan we weer een dag klussen. Het is dag 2. Gisteren zijn we dus een half dagje geweest nadat we de sleuteloverdracht hadden gedaan. En echt al superveel gedaan gisteren. Ja, al een vloertje eruit gehaald. Vooral wat kasten en wat rommel opgeruimd wat er nog achterbleef. Vandaag gaan we verder met de vloeren en hopelijk ook wat behang afhalen en wat troep afvoeren. Dus ik dacht, ik neem jullie lekker mee. Ik maak ook een vlog van het hele klusproces, gewoon van begin tot einde. Maar ik dacht, één dagje is ook wel heel leuk om te zien. Ik ben lekker aan het ontbijten. Ik heb citroenpannenkoekjes met maanzaad en een klein beetje suiker. Die had ik al eerder gemaakt vorige week en ingevroren. Dus ideaal gisteravond eruit getrokken en hebben we vanochtend gewoon een warm, voedzaam ontbijtje. Heel erg belangrijk als we aan het klussen zijn. En een kopje thee. Natuurlijk, hoe kan het ook anders? Altijd rooibos thee. Dus ik ga dat even gaan opeten. Het is nu 7:15. Jeroen is de car aan het inpakken. We hebben een car van mijn ouders geleend. En nou ja, hebben een beetje de ongeschreven regel dat we nooit met een lege car of een lege auto die kant op gaan. Dus nou ja, als het geen spullen zijn die we nu in de klusperiode nodig hebben, dan zijn het wel spullen. Gewoon om te verhuizen alvast. En die kunnen we dan gewoon allemaal in de garage zetten. En dan is dat er alvast. Zo hebben we de vorige keer ook verhuisd. Door gewoon elke keer wat mee te nemen. En op de daadwerkelijke verhuisdag. Dat we daar voor het eerst gaan slapen. Dan hoeft er ook niet zo heel veel meer. Mijn broertje komt vandaag helpen met klussen. Echt heel erg lief. Morgen komen alle drie mijn broertjes. Ik heb drie broertjes. Dat is ook super gezellig dat hij komt helpen. En heel erg fijn om extra handjes te hebben natuurlijk. Dus we gaan er een lekker dagje van maken. Ja, dus voor ons een dagje lekker hard werken en beulen. Voor jullie een hopelijk lekker relaxte vlog. Dus pak lekker een kopje thee, een kopje koffie en enjoy. Eten voor in de vriezer gemaakt. Dus dit zijn twee spaghetti lasagnes met parmezaanse kaas en spekjes. Of spaghetti spinazie lasagnes. Dus die kunnen we vanavond lekker eten in het huis. En dan kan mijn broertje lekker op tijd met ons mee eten. En dan kan hij ook weer op tijd naar huis rijden. Dan heb ik nog wel een uur. Dus dat gaat mee.
update. Het is nu 11:30 en alle vloerbedekking uit alle kamers is eruit. Op de eerste verdieping dan. Ja, die was er al uit. Dit hebben we eruit gehaald. Deze is eruit. En hier zit nog een stuk ondervloer verlijmd aan het beton. Dus dat moet er nog afgebikt worden. Dus dat ben ik nu rustig aan het doen. En de jongens zijn met de car naar de stort om alvast een lading weg te brengen, want hij was al helemaal vol. Ja, en dan gaan we zo even lekker lunchen. Oh, ik ben ongeveer 20 minuten alleen met dit kleine stukje bezig geweest. En nu ik mijn arm op. Dus ik geef wat anders bedenken om te doen. Dan kan alles even uitrusten. Ik denk eerst maar eens even een beetje opruimen hier. Zo, we hebben lekker geluncht net hier op onze camping setup. Nu gaan we weer aan de bak. Mijn broertje gaat de plinten eraf slopen. Jeroen gaat wat kasten die nog op zolder stonden uit elkaar halen en in de kar gooien. En dan kunnen we wellicht nog een keertje naar de stort. Dan hebben we alles, nou, het meeste puin weg. En ik ga die stomme vastgeluimde ondervloer fixen. Laten liggen voor even om mee te spelen. Ik denk dat deze kast helemaal niet praktisch is. Je moet iets bouwen wat zo gaat. Denk ik. En hier moet je iets van een bankje hebben waar schoenen voor kunnen. Je mag boven doen, maar wel even kijken of ze hier 30 zijn. Hij is echt enorm en ook enorm misplaatst in deze ruimte. Op een dag, dan past hij hier perfect. Hij is zo enorm groot. Fijn. Oh, het is toch geweldig. Zo, wij zijn lekker thuis. Ik heb lekker mijn pyjama aan en een dekentje. Heerlijk, even bijkomen. Ik ga zo nog even wat eten, denk ik. En dan ook gewoon lekker naar bed. Morgen weer vroeg die kant op. Ja, we hebben echt zo ontzettend veel weer gedaan vandaag. Alle vloerbedekking is eruit. Nou ja, jullie hebben het gezien, maar ik heb dus vooral kleine stukjes van de vloer gebikt. Nou, en de mannen hebben ook zo ontzettend veel gedaan. Al die meuk naar beneden gebracht en kasten die we niet wilden weggebracht, die er nog stonden en allemaal van dat soort dingen. Ja, en we hebben dus alles nog schoongemaakt en morgen kunnen we dan beginnen met het behang eraf halen.
ja, ik kan me voorstellen dat jullie nog niet zo heel veel progressie hebben gezien in deze video. Maar het voorbereidende werk en alles schoonmaken en alles gewoon helemaal in orde maken is gewoon zo belangrijk voor het eindresultaat. Kijk, een laminaatvloertje leggen doe je zo. Maar de meeste tijd zit hem gewoon in, dat, in die voorbereidingen. Dus ik ben blij dat we daar lekker ruim de tijd voor kunnen nemen. En morgen komen er 5 mensen helpen. 5? 4. 4 mensen. Nou, prima. Nou, mijn broertjes dus en een vriendin. Ja, super gezellig en ook heel fijn. Dus we hebben net even samen een lijstje gemaakt met alles wat we morgen kunnen gaan doen. Zodat we mensen een beetje taakjes kunnen toebedelen als ze daar aan toe zijn. En ja, zin in. Het is nu 7:15. Ik denk dat we ongeveer om 7:00 of zo thuis waren. Ja, rond 7:00 thuis zijn. En deze week is ook weer anders dan volgende week. Want volgende week moet ik gewoon werken. Nog een weekje tussendoor. In ieder geval, bedankt voor het kijken, jongens. En dan zie ik jullie in de volgende. Bye!